Ik ben Maarten van der Voorde, ik ben reportage- en documentairefotograaf en sinds kort ambassadeur voor Fujifilm. Ik wil proberen om mensen vast te leggen in hun dagelijkse doen en laten. Dat is natuurlijk wel een beetje de strekking van straatfotografie, maar ja, ik zoek mooie mensen op. En dat wil niet zeggen dat ze mooi van uiterlijk moeten zijn, maar mooi in wie ze zijn en wat ze doen. Iedereen heeft zijn verhaal en sommige mensen willen dat vertellen. En ik probeer dat dan met beeld weer te geven wat hun beweegt. Het leuke van straatfotografie voor mij persoonlijk, dat is het contact met mensen. Maar dat is niet iets wat elke straatfotograaf wil bereiken. Er zijn mensen die veel liever op de achtergrond blijven. Misschien zelfs wel met wat langere lenzen willen werken om de confrontatie niet aan te hoeven gaan. Ik vind juist die confrontatie heel erg leuk. Ja, er komen hele leuke gesprekken en hele leuke contacten uit. En dat levert dus ook mooi beeld op en dat levert voor mij een stukje voldoening op in de straatfotografie. Hoe doe je dat? Je ziet iets en ik zie op dat moment een onderwerp. Ik heb de foto een beetje in mijn gedachten die ik misschien zou willen maken. En ik loop op de mensen af en ik ben heel open. Ik kom altijd met de camera in mijn handen kom ik naar mensen toe. Dus ze hebben al het idee een beetje wat ik wil gaan doen. Ja, als je vriendelijk bent naar de mensen, zijn ze ook vriendelijk naar jou meestal. En dan komt daar vaak een mooie plaat uit. Nee, de nieuwe privacywet. Ik denk dat er voor de straatfotografie niet heel veel veranderd is. Als ik gewoon een foto wil maken, ja, dan mag dat. Het komt pas in beeld op het moment dat je die beelden commercieel gaat gebruiken. Dan zou je toestemming moeten gaan vragen. In het openbaar vervoer in Rotterdam, in metro, bus en tram, mag je niet fotograferen. Dat is een verordening van de RET, dus ook op hun terrein. In de trein en de stations mag je weer wel vrij fotograferen, maar ook daar komt weer de restrictie van mag niet voor commerciële doeleinden. Je hebt gezien dat als je open en vriendelijk naar mensen bent, dat ze in heel veel gevallen ook open en aardig naar jou terug zijn. Vind je dat eng? Begin dan met wat meer millimeters op je camera. Dus een 50 mm bijvoorbeeld is daar heel geschikt voor. Dan kun je wat meer afstand houden en dan kun je toch dat mooie portret maken. Hoef je niet direct naar de mensen toe te gaan. Uiteindelijk zul je denk ik toch ervaren dat die 23 mm, dat toch je vriend gaat worden. Want ja, je bent bijna verplicht om naar mensen dichterbij te komen. Om naar mensen toe te gaan en dat contact te maken en contact te zoeken. En ja, dat maakt voor mij de straatfotografie tot een heel groot feest.